Dankzij alle media-aandacht rondom de documentaire De Kinderen van Ruinerwold is Edino inmiddels een bekende Nederlander. Hoewel de reden dat hij in de spotlight staat niet leuk is, biedt het hem ook veel kansen. Zoals een uitnodiging voor Kamp van Koningsbrugge. Zonder de media-aandacht had ik me regulier moeten aanmelden, legt Edino uit. Dat had ik trouwens al gedaan voor seizoen 2. Als Edino een jaar geleden een aanmelding stuurt voor het programma met reguliere deelnemers, wordt hij niet uitgenodigd. Nu hebben ze mij uit eigen beweging benaderd, via mijn management. Na De Kinderen van Ruinerwold ben ik voor veel programma's gevraagd, maar ik heb op bijna alles nee gezegd. Kamp van Koningsbrugge is natuurlijk een programma waarin de kandidaten flink moeten afzien, maar juist dat spreekt Edino aan. Als je kijkt naar mijn jeugd, en naar die van mijn broers en zussen, dan gaat het niet om mishandeling. Het gaat om vrijheidsberoving. Onze vader ontnam ons de keuze om zelf te bepalen wat we deden. Volgens hem zit daar ook het verschil, want deze keer kiest hij er zelf voor om zoiets vrijwillig te ondergaan. Ik wilde meedoen om tot de kern te komen van wie ik ben, legt hij uit. Volgens mij leeft iedereen zogezegd met een aantal dekens of lagen om zich heen. Thuis ben je het meest jezelf, dus dan leg je een aantal lagen af. Ga je de deur uit, dan komen er lagen bij. In Kamp van Koningsbrugge moet je zoveel uitdagingen verwerken: slaaptekort, fysieke uitputting, dat die lagen verdwijnen en je niet anders kunt dan zijn wie je bent. De opnames waren in maart en ze behoren tot de mooiste en beste ervaringen die ik ooit in mijn leven heb gehad.